één wist precies wat ze wilde. Had een hele mooie achtergrond, had kleding meegenomen, te kleine jas, dat dan weer wel. Maar geen idee wat de bedoeling was. Maar volgens mij wist ze wel wat ze wilde. Dat ging verrassend snel en goed eigenlijk allemaal. Ik heb wel wat dingetjes weggelaten wat ik wilde gaan doen. Maar het was gewoon goed zo en ik heb het even teruggezien. En volgens mij zit de foto er wel bij. Nummer 2, mooi setje gebouwd trouwens. Traditioneel in pak. Dus dat is voor de hand liggend bij mij, want ik heb eigenlijk altijd een pak aan. Er zat nog tijd over, nog eentje close. Je weet maar nooit. Misschien zit juist die foto wel bij die close foto. Ik hoorde dat iedereen halverwege ze stopte zo. Ik dacht nee. Ik ga misschien opzetjes proberen. Veraf, dichterbij, ander licht. Ik dacht, ik doe maar van alles. Dan zit je zeker goed. Nummer 3 had een heel verhaal over Suriname, roots. Dus dan, dat gevoel wil hij dan op die manier ook. Dat beeld was wel heel krachtig, denk ik. Met dat doek, een mooi doek. Ik had een concept in mijn hoofd. Het concept dat heb ik Umberto uitgelegd. Nog wel 10 minuten wel kunnen spenderen aan andere belichtingen. En weet ik wat. Nee, maar mijn concept klopte en ik wist wat ik deed. Dus dan heb ik genoeg. 4. Ja, het is een afschuwelijk verhaal natuurlijk als je je kind verliest. Is ook zo. Maar daar komt natuurlijk niet die emotie uit, denk ik, die zij verwachten. Spannend. Spannend en ook weer heel relaxed. En ik heb er heel weinig. En dat moet het ook gewoon zijn. Dat, ja, weet je. Ik heb mijn ding al gedaan, waar ik voor kwam. Dus, kortom, samenvattend. Ik wil die foto's zien. Jullie kunnen allemaal nu naar mijn William Rutte Photography Facebookpagina gaan. En dan zijn jullie de jury die bepalen welke van deze 4 fotografen de beste foto heeft gemaakt. Dus geef die beste foto een like.